Oranje movies. Jongens, gasten, de afgelopen weken kreeg ik heel vaak hetzelfde verzoek. En vandaag ga ik het doen. WhatsApp in het echte leven. Alles wat ik het uitbeelden ben, staat in de rechter onderhoek van deze video. Geef alvast een duimpje omhoog en deel deze video via WhatsApp. Heel veel kijkplezier bij WhatsApp in het echte leven. Oh, wat is dat? Gefeliciteerd. 1 jaar lang gratis WhatsApp. Alweer dit cadeau. Alsof ik ooit echt moet betalen voor WhatsApp. Huh. Aan Banjo Movies. Je moet nog 1,5 miljoen euro belasting betalen over je YouTube money. Dat geld heb ik niet. Oh. Hier gaat niemand wat van weten. Hé, hey Bardo, ben je al wakker? Het is inmiddels alweer middag, hè? Ik ga zo naar de supermarkt, moet je ook wat? Hé Bardo! Heb je de brief van de Belastingdienst gezien? Die moet betaald worden, hè? Niet dat je het vergeet, hè? Joehoe! Oh, je bent weer online! Hallo, Bardo. Oh, wow. Hé, man, ik heb de brief van de Belasting gezien. Heb je de hele dag gewacht totdat ik online kwam? Ach, nee, helemaal niet 1 dag. Het waren er 2, sinds gisteren, oké? Maar ik snap het ook wel, als je om 4:15 pas gaat slapen, dan heb je het heel moeilijk de volgende dag. Je houdt via WhatsApp bij hoe laat ik ga slapen? Mam, je kan toch ook gewoon bellen? Je bent mijn moeder. 4 jaar geleden was er een meisje op weg naar haar vriendje. Ze is verkracht en vermoord en ze is nooit teruggevonden. Haar enige wens was om nooit vergeten te worden, dus stuur dit bericht door naar 10 mensen, zodat zij nooit vergeten wordt. Wat was dan de naam van het meisje wat niet vergeten wil worden? Dat ben ik vergeten. Hey, weet je wat ik net heb gekocht? Een chocoladereep. Reep. Chocoladereep. Sorry, typo. Maar kom je straks nog, hoer? Wat? Hier, kom je straks nog hier. Autocorrect aanstaan, sorry. Je bent me toch niet weer aan het negeren, hè? Dat verdien ik niet. Twee maanden later. Volgens mij gaat hij niet meer reageren. Ik ben er ook nog. Hallo. Yo, man, kan je alsjeblieft stoppen met spammen? Helemaal met die spraakberichten. Hé, hey, liefje, ik sta nu in de supermarkt en er komt een oud klasgenootje van je tegen. Wil je een selfie met hem maken? Hij is er nu. Waarom? Nou, sorry hoor, ik wou alleen maar vragen of je nog wat sap wil. Het is lekker. Ik heb toch al WhatsApp, zo praten wij nu. Kom op. Ach nee, lieverd, je snapt het niet. WhatsApp is goed voor je. Hé, hey, wat heb je dan? Wat is dit voor papier? Huh? Dit is het gesprek tussen mij en Marcel, wat ik hem in vertrouwen vertelde. Hoe kom jij hier aan? Nou, ik heb het in ieder geval 100% zekers te weten niet van hem toegestuurd gekregen of zo. Ha. Sorry, maar wat zei je nou? Ha. Ik zei helemaal niks hoor. Wat hebben we toch een leuk gesprek met z'n tweeën altijd. Zo lachen. Ha. Doei. Oh ja hoor, snel offline gaan jij vuil. Lieverd, als jij geen WhatsApp wil, dan kan je het ook gewoon zeggen. Dan gooi ik het weg. Ja? Weet je wat, ik help je wel gewoon bij het verwijderen van WhatsApp, oké? Blokkeren en dan verwijderen. En meneer is nog steeds aan het typen. Hey kerel, leef je nog? Oh, sorry, ik was in slaap gevallen. Ha. Met die emoji. Wat vond je van die foto's van mijn ex? Hm? Welke foto's? Je weet wel, die foto's die ik je vanmiddag heb gestuurd. Ik heb anders niks ontvangen. Heb je het wel naar de goeie gestuurd? Oh. Kutje, Dori. Hallo. Goedendag meneer, Anton Nijboer van de Belastingdienst. Als het goed is heeft u 2 maanden geleden van ons een belastingbrief ontvangen en die is tot op heden niet betaald. Nee, ik heb nooit een brief ontvangen over belasting van YouTube money. Denk niks van. Meneer Ellens, ik ga u vriendelijk verzoeken om te stoppen met liegen, want ik kan zien boven uw hoofd dat u hem heeft gelezen. Oh, ja, die blauwe vinkjes. Ik ben de lul. Vond je deze video leuk? Geef dan vooral een duimpje omhoog en abonneer hier beneden, want ik ga natuurlijk veel vaker iets maken in het echte leven. Mocht jij iets leuks hebben, laat het me weten in de reactie beneden en wie weet doe ik wel jouw verzoekje de volgende keer. En deel deze video via WhatsApp, natuurlijk. We zijn van al deze irritaties af. Bedankt voor het abonneren en het delen en tot volgende week. Benjamin. Every Sunday at 2:00.